Nou, koning Leon, ik hoop dat je een beetje honger hebt, want ik heb een maaltijd voor u laten bereiden door de slaafjes van Zephyrin. En zoals je ziet, hier gerenoveerd, dus ja, we hebben een nieuwe eetzaal en hier een paar kamertjes. Dus als u met me meeloopt, ik hoop dat u het mooi vindt. Ja, ik hoop dat het een beetje te eten is, want waar Zephyrin onbekend staat, is dat ze niet goed kunnen koken. Nee, precies. Ik vind die taart of pannenkoek of wat dan ook, ik vind het echt niet te eten. Ja, maar... Ze moeten hun hele winter daar maar mee doorkomen, hè, van wat ze nodig hebben. Wat we wel niet gestolen hebben, wat wel niet allemaal in onze voorraden nu zit. Maar goed, vertel waarom heb je me hier opgeroepen? Nou, ik heb eigenlijk het gevoel dat we aan het eind van de oorlog komen. We zijn nu eigenlijk al weken tot maanden bezig om Winterfrost binnen te komen, maar het lukt gewoon niet. De muren zijn te sterk, al onze artillerie, kanonnen, trebuchets, wat dan ook, het komt er niet volledig doorheen. En alle manschappen van Zephyrin staan dan bij de muren en we kunnen er niet doorkomen. En ik denk dat we echt een andere manier moeten gaan bedenken om koning Dennis toch te laten overgeven. Nou, in ieder geval hebben wij het al wel goed verricht doordat wij alle farmlands als eerste hebben overgenomen. Want doordat hebben ze helemaal, echt helemaal geen voedsel meer. Nee, precies. En na zo'n zware winter, we zijn nu al een half jaar. Ja, dat heeft al heel lang geduurd. Maar in ieder geval, het is nu wel zo dat, Nou, nu we hebben gewoon bij elke poort hebben we 2 trebuchets, oftewel die grote katapulten, hebben we daar nu staan en 5 kanonnen. En dan staan er natuurlijk nog genoeg mannen die eigenlijk als er iemand naar buiten komt, dat we ze gewoon helemaal kapot kunnen zitten. Ik weet niet of dat niet genoeg is, maar... Ja, voor mij wel. Ik vind het wel leuk om die Zephyrianen een keer te zien lijden naar wat ze erger hebben aangedaan. Ja, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Maar nu we toch een beetje op ons einde komen, misschien dat ik me maar een keer klaar moet maken voor mijn terugreis. Misschien jij ook wel. Of, ja, ik mis Era wel. Ik vind het echt wel een keer leuk geweest hier. Het is tijd om weer naar huis te gaan binnenkort. Ja. Maar koning Leon, hoe gaat het eigenlijk met u? Ja, ik heb misschien... Ja, ik heb te veel van dit voedsel gehad hier. En ja, ik ben er niet echt gewend. Net zoals gewoon, ik slaap niet meer in mijn eigen bed. Ik slaap niet meer, of ik kan gewoon niet meer mijn eigen ding doen verder. Ik ben altijd op de loer om te kijken of er een vijand is die mij misschien wel een pijl door mijn hart of door mijn hoofd wil schieten. Ja. Ja. Nee, het heeft inderdaad een zeer akelig gevoel hier. Ja. Maar wat zijn jouw verdere plannen dan hier? Want we zijn al bijna klaar. En... Ja, ik weet je wat het punt is? Ik denk dat het een goed plan is om hier in Zephyrin een beetje te gaan rondreizen en te gaan ontdekken wat hier nou de geheimen zijn die Jesse en koning Dennis beamen. Want ze zeggen dat hier zoveel geheimen zijn. En ja, ik ben wel benieuwd wat hier dan allemaal zo geheim en speciaal is aan Zephyrin. Misschien dat we er zelfs nog beter aan kunnen worden of sterker of groter. Want ja, we hebben Zephyrin toch in de greep. Dus waarom zouden we dat niet doen? Ja, en... hij had het er al over, hè. Ik had hem toen hier, hij zei wel van, er zijn veel geheimen, Zephyrin. En ja, het klinkt wel mysterieus. Ik denk dat het misschien wel het heeft wel iets. Ik denk dat er wel veel te doen is, in ieder geval met dat al. En het punt is nu, ik heb uw gunst nodig en uw toestemming om daarbij met iemand te gaan rondreizen die eigenlijk misschien helemaal niet te vertrouwen is, maar die wel eigenlijk het beste... van mij uit de test komt. Dus ik wil aan u vragen of ik hertog Jesse kan meenemen op mijn reis. Jesse, weet je dat heel zeker? Dat is het punt dus. Ik ben de laatste tijd... heb ik een beetje problemen met mezelf. En ik denk dat het verstandig is dat ik... wel eigenlijk ga rondreizen en een beetje... meer te weten gaan komen, want misschien is wat hier in Zephyrin is wel mijn probleem. En ik denk dat Jesse zelf gewoon de beste persoon is om mij daarbij te helpen. En ik neem gewoon alle verantwoordelijkheid op, maar als er iets misgaat, dan is het mijn schuld en dan zal ik er wel voor boeten. Oké, nou, je bent oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat je wil. Wat doe jij hier, Lucas? Je moest al lang richting Era zijn gegaan. Waarom ben je terug? Vertel. Kom even op adem. Koning Leon, bijna de hele kluis leeg. Wat? Hoeveel was de kluis? Piraten.
Kom even op adem. Ja, hier, pak... nee, ik ga je dat niet te eten geven. Kom terug, niet opeten, dat is vies. Ja, hier, eet dat maar. Hoeveel... Hoeveel... Ik had al iets gehoord, maar... Nou, wat dit betekent is dat we geen geldvoorraden meer hebben om de oorlog te kunnen financieren. Nee, precies. Oké, Lucas, even naar me, kijk maar aan. Ja. Hoeveel hebben ze uit de kluis gehaald? Bijna alles. Bijna. Echt veel. Wie? Ik heb zo'n vermoeden Morgan. Morgan? Kapitein Meindert. Meindert. Hij had al lang door moeten zijn. Alles wat hij ons geflikt heeft. Ik wil gewoon dat zwaard nou van hem zo snel hebben. Met dat zwaard hadden we Zephyr nou echt al veel te lang kapot kunnen hebben. Maar goed. Koning Leon, wat doen we hiermee? Nou, we hebben nou geen geld meer om verdere troepen te kunnen betalen eigenlijk. Als er zoveel weg is. Wacht. Dit verandert alles. We kunnen hier bij Zephyr nog gebruiken als een soort van marionet. Je weet toch dat, omdat je had het al over dat je met Jesse een beetje op zoek wilde gaan naar rijkdommen. Ja. We hebben dat geld natuurlijk hartstikke snel nodig om de rest van Era te kunnen repareren, want anders hebben we helemaal niks meer. Nee. Wat jij dan gaat doen, ik heb gehoord dat hier bepaalde edelstenen zijn die heel veel waarde hebben. Perox die is op zoek naar een bepaald soort steen waardoor ze een soort van explosie kunnen maken. Ik weet niet iets. Het is een soort van krachtiger effect dan TNT. En dat komt uit die stenen. En misschien dat ze daar wel een flinke prijs voor betalen. Dus als jij iets van zo'n schat zou kunnen vinden, dat zou heel mooi zijn. Ik zou mijn best doen, maar gaan we dat dan doen met Winterfrost? Hmm. Laten we ze uithongeren in een kooitje, of wat doen we? Ik denk dat ik maar met een, ja... Ik denk dat ik wel met een goed plan aan kan komen zetten. Maar dat vertel ik je later nog wel. Ik denk dat we het eerst hierbij zo moeten afsluiten dat jij met Jesse maar zo snel mogelijk op avontuur kan gaan. En dat ik met Delano maar ga kijken hoe wij Dennis gaan verslaan. Oké, als u mij nodig heeft, u weet me te vinden. En wanneer vertrekt u naar Era? Want ik denk dat ze u daar wel nodig hebben. Ja, ik ga sowieso afspraken maken met Dennis. Als deze goed gaan, ga ik zo snel mogelijk terug naar Era. En ja, dan jij krijgt nog wel informatie van iemand anders. Ik stuur wel een bericht naar je. Maar ik moet nou dan snel is dit de laatste groet voorlopig. Ja, blijven jullie hier. Zoek naar Jesse. Ik ga zo snel mogelijk plannen ondernemen met Delano. Dus ik spreek je later. Succes, Koning Leon. Ja, Lucas. Oké, en nu zo snel mogelijk naar Delano. Ik had gehoord dat hij hier met een paar mannen liep. En gelukkig is er al een beetje wat opgeknapt van de straat. Het is nog steeds best wel kapot. Ik zie daar nog een van de trebuchets. En ja, waar is die? Waar kan ik hem vinden? Is die hier of... Volgens mij loopt hij daar al ergens. Ik ga er even naartoe lopen. Jongens, jullie moeten over de muur heen klimmen van Winterfrost. En dan wachten tot ik de sein geef en dan de poort open doen dat wij met ons heel leger er doorheen kunnen. Delano. Oh, hallo Koning Leon. Laat dat plan maar zitten, jongens. Delano, er is iets tussendoor gekomen. Lucas die kwam net bij mij. En hij zei dat onze kluis is beroofd. Hoe dan? Nou, waarschijnlijk heeft een of andere piraat die heeft een methode gevonden om geheim of secretly door onze beveiliging heen te komen en uiteindelijk gewoon alles wat hij nodig had mee te nemen. Ja, als ik nou eerlijk moet zijn, dat is bij ons ook gebeurd, maar dan met al onze wapens. Wat? Jullie ook al? Ja. Hoe lang geleden? Paar dagen. Een paar dagen terug. Volgens mij zijn ze op wraak uit van wat we hebben gedaan laatst met Meindert. Maar ik weet niet of je het al een beetje hebt gehoord, maar de mannen van Dennis beginnen uitgehongerd te raken. Dus misschien dat dit wel tot onze profijt kan leiden, denk ik. Ik weet niet hoe dat weet jij. Denk het wel.
Nou, wat ik dan denk is, we hebben op zich wel wat mankracht. We kunnen maar beter niet meer levens riskeren dan dat we nog hebben. Ik denk dat het gewoon tijd is dat we naar Dennis toe gaan. En ja, dat we hem dan maar zeggen dat we ons als ware een soort van vrede moeten sluiten. Oftewel, een soort van contract. Ik weet niet. Wat denk jij? Ja, dat zou wel beter zijn, want als al onze wapens gewoon kapot gaan, dan heb ik eigenlijk helemaal niks meer. Nou kijk, we hebben nogal wat wapens en we hebben ook nog wel wat mannen. Maar als we dan één keer een volle aanval doen, dan hebben we helemaal niks meer. Dan is het gewoon ons nog en een paar mannen die zijn, die overleven. En ja, dan hebben we er niks uitgehaald. Inderdaad. Ik denk dat het dan maar gewoon het makkelijkste is om dan maar gewoon met onze termen gewoon aan toe te gaan en te zeggen van dit eisen wij en dan kan jij weer op je eigen manier leven en dan vertrekken wij, dan gaan wij weg. Verder weet ik het nog niet. Ik ga nog even de plannen verder uitdenken en ik denk dat we dan maar een bericht naar hem toe moeten sturen, dat we dan zo snel mogelijk gewoon hier klaar zijn en naar ons eigen land terug kunnen gaan en dat we dan weer gewoon in rust kunnen leven. Inderdaad. Ik weet niet. Ben je niet moe van die oorlog? Klein beetje rugpijn, maar gaat wel snel over. Oké. Nou, Delano, wat ik ga doen, ik ga nog heel even een nachtje hierover nadenken. Maar ik denk dat de mannen ook wel flink uitgeput zijn. En dat het voor ons gewoon het beste is dat we gewoon zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Ja, inderdaad. Nou goed. Ik ga heel veel snel naar het kamp in het oosten. En dan kijk ik nog even hoe het met de mannen gaat en wat zij erover denken. En dan geef ik jou nog wel het laatste oordeel. Ja, goed. Dus tot ziens. Mannen, hou je rust. Delano, jij slaapt ook nog even lekker, want je moet natuurlijk wel met me mee. Want anders gaat het niet goed komen. Tot ziens. Oké, Zephyrin. De hoofdstad. Misschien dat we hier wel voor de laatste keer zijn, Delano. Ja, denk het wel. Oh man, wat een grote stad hier zeg. Oh kijk, hoog. Wat een leger gek. Wow, moet je zien. Maar kijk hoe dun ze zijn. Ja, alsof ze allemaal uitgehongerd zijn. Oké. Okay. Koning Leon. Gegroet. Hadden wij dit bezoek aan te danken? Wij hadden eigenlijk een soort van afspraak gemaakt met koning Dennis. En ja, dat was het eigenlijk. En Rico, heb je nog een beetje honger of wat? Nou, ja. En jij? Oh nee, niet zo hoor. Jullie brood is echt hartstikke nee, lekker. Dat dacht ik al, hè. Nou, jongens, even. Ja, volg maar gewoon. En hou maar niks uit jullie in je hoofd. Want dan stuur ik al mijn troep op jullie af. Juist. Maar, goed. Dat jullie hier nog met zoveel man zouden zijn. We dachten dat we wel flink wat afgestorven zouden zijn na de oorlog. Nou, alle edelen delen ook het eten. Wij laten onze mannen niet zo snel sterven van de honger. Kleine beetje wat jullie dan nog hadden. Nou goed, flink wat mensen hier zeg. Delano, in ieder geval gedraag je een beetje netjes. En Jesse, jij ook. Ik wil niet dat je ertussendoor praat. Wij zijn hier op een belangrijke afspraak. Ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Nou, flink wat wachten zien. Oké. Man, kunnen jullie niet een soort van paardenmechanisme hier maken dat je in één keer met een paard hier kan komen in plaats van dat hele stuk lopen? Het is inderdaad een rotentje, maar ja, het werkt. Ja, het is niet dat we hier zomaar 1, 2, 3 weer naar binnen zouden gaan, want het is echt onmogelijk om door jullie muren heen te komen. Ja, daar is het ook op gebouwd. Nou goed, kijk, daar is koning Dennis wel. Zullen we daar eens koning Leon eens niet hebben? Koning Dennis, goedendag. De laatste keer dat we hier waren was het wat minder wat minder goede bedoelingen. Maar misschien dat het nou wel wat beter is voor jou. Ik weet niet of jou dat wel een beetje bevalt. Maar laten we beginnen bij het begin. We zijn hier gekomen om vrede te stichten. Omdat wij hier vrede willen stichten, zijn we bereid jou de helft van je land terug te geven. Maar het gaat niet zonder gebeuren. Wat moet ik doen? In ieder geval, toen wij hier die oorlog aan het voeren waren,
heb ik een beetje mijn gedachten ontwaakt over wat er verder nog in de wereld speelde. En ik weet niet of jij gehoord hebt dat wij een bezoekje hebben gebracht aan Morgrim. Niks van gehoord. Oké, laten we dan maar bij het begin beginnen. Nou, ik ben op zoek naar een voorwerp, een speciaal voorwerp. Het lijkt een beetje op het zwaard wat ik hier in mijn hand heb. Zie je dat? Ja. Dit is een van de meest beste vakmanschappen die de elfen kunnen bieden. En dit is een van de 3 elfenzwaarden, oftewel de zwaarden des Diadodiden. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, waarschijnlijk niet. Zo ontwetend. Ofwel, ik heb van veel dingen gehoord, maar dat niet. Nou, in ieder geval, in het begin had koning Thys, oftewel een of andere persoon die je waarschijnlijk ook niet zal kennen, heeft ook zo'n zwaard als deze gehad. Het is een zeer tragisch verhaal. Maar in dat zwaard zit een speciale kracht die ik nodig heb. En dat zwaard bezit nu koning of kapitein Meinert. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk, bemachtig dat zwaard voor mij en je zal beloond worden met dat wij jouw gehele land verlaten en dat wij hier nooit meer terug zouden komen. Ik zal mijn best doen. Oké. Ik weet niet of de Nano misschien nog eisen heeft, maar dit zijn Ook mijn eisen. Ja, ik heb hier een contract opgesteld. En met dat contract staat verder alles in dat in die tijd dat wij het zwaar nog niet hebben, dat de helft van je landen gewoon weer van je eigen zullen zijn. En dat de andere helft van je land, of het andere helft van je land, gewoon onder mijn land bevindt. En dat daar Admiraal Demi de leiding heeft. Dus Whitetown en zijn landen zijn van mij. En de rest waar je nog een klein beetje farmlands hebt, dat is dan weer van jou. Ik weet niet of je dat goed vindt? Ja, ik vind het goed. Oké, nou dan geef ik je hier het contract. En dan is de rest van jou weer in je bezit. Ik heb ook nog een paar karren met voedsel buiten de stad staan. Dus ik weet niet, als je mannen nog honger hebben, dan kunnen ze daar nog wat van krijgen. Ah, dankjewel. Vind je dat goed, Dennis? Ja. Oké. Nou, dan hoop ik dat we in de toekomst verder geen conflicten meer zullen hebben. En dat jij het verder allemaal achter je laat, dan doen wij dat ook. En ja, dan genieten wij nog even van de rest van het Zephyriaanse brood wat wij nog hebben. En voor de rest, geniet maar van wat je nog hebt. Want ja, misschien wordt het straks allemaal wel weer van jou. Kom jongens, we gaan richting Era en naar Eros denk ik weer, want bij ons is de tijd voorbij. Oh nee, Delano, jij wilde hier denk ik nog even blijven. Houdoe, koning Leon. Ja, nog een stukje. Ja, tot ziens, koning Dennis. Oké, op naar huis. Eindelijk weer naar huis. Oh ja, Lucas. Nog even over die poster van kapitein Meinert. Ik wil dat jij hem naar Eros en nog vele andere landen gaat brengen. Bekende landen. Onbekende landen. Kapitein Meinert moet ten val worden gebracht. Wij zijn heus niet de eerste keer die op onze toeten zijn gezet. Vele anderen hebben ook last van hem. En bevorderen daarom deze bounty. Ik wil kapitein Meinert zijn hoofd gespiezen op mijn speren, op mijn spiezen. Ik wil mijn geld terug, ik wil dat zwaard. Hij moet vernietigd worden. Ik en anderen willen hem in de grond geboord zien. Zorg dat het gebeurt. En ik zal degene belonen met geld, goud en andere rijkdommen. Meinert, eindelijk kapitein. Interessant. Je bent ver gekomen.